Dikwijls komt men auto's tegen waarvan de verlichtinginstallatie niet in orde is. Dat is niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk. Denk hierbij aan ongelukken door verblinding van de tegenliggers of onvoldoende verlichting aan de voor- of achterkant van de wagen. We gingen eens kijken bij de ANWB tijdens een verlichtingactie. Is je verlichting niet in orde of zo? Of, Nou, ik heb mijn twijfels. Ja. Nou, het is wel een goede. Af en toe een seintje en dan denk ik, ik denk rechts voor. Ja. Het is wel goede service voor van de ANWB, hè? Dat ze dat zo gratis doen, hè? Ja, wel ja. Ja. Dit is heel goed zelfs. Je komt vaak genoeg tegenliggers tegen waar je absoluut niet meer de tegen in kunt kijken. Nee. Het duurt wel een beetje lang omdat ze het erg druk hebben, maar dat hebt u er wel voor over. Ik wel, ja. Zijn er veel storingen? Ontdek je veel dingen die niet goed zijn? 98% van de auto's die hebben wel wat af te stellen of te repareren. Goed afstellen van de koplamp gebeurt met een koplampafstelapparatuur. Er moet op de volgende punten worden gelet. De wagen moet op een vlakke vloer staan met de wielen recht. De bandenspanning moet goed zijn. Het koplampglas moet schoon zijn en de afstelapparatuur moet recht voor de koplampen staan. Daarom is het doe-het-zelf zonder de juiste spullen en kennis ondoenlijk. Ik zie dat er een hele rij auto's staat hier. Er zijn wachttijden van een uur, dat dacht ik of niet. Gisteren stonden er mensen om en bij 2 uur. Goedemorgen. Laat u uw lichten keuren? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Was er iets hier in orde of zo met uw verlichting? Of doet u te hoog staan. Ja, het is een gratis service, maar het duurt wel een beetje lang zeker. Ik ben bevoren. Ja. Ik sta hier al vanaf 8:45. Had u misschien niet beter naar de gewone garage toe kunnen gaan? Ja, maar ja, ik las het in de krant, dus ik dacht, laten we hier maar even zien. Is dit gratis allemaal? Ja, het is gratis. Alleen als er nieuwe lampjes in moeten, dan moet het even betaald worden. Maar voor de rest is alles gratis. Het verwisselen van een lamp is niet moeilijk en kan vaak zelf worden gedaan, als u er maar op let dat u de juiste soort lamp gebruikt. Er zijn namelijk 2 typen, de halogeen en de duplo lamp, welke duidelijk verschillen van vorm. Bij het vastpakken van de lamp moet u er wel op letten het lampglas niet aan te raken met de vingers, want dan zal namelijk snel de lichtopbrengst minder worden. We doen het even voor. Er zijn verschillende soorten koplampunits, waaronder bijvoorbeeld de rechthoekige. En lampen met ingebouwde gloeidraad, de zogenaamde sealbeams, waarin dus geen los bolletje zit. Dan zijn er ook nog de mistlampen, zoals het mistachterlicht, die alleen rood licht mag uitstralen. En links achter moet worden gemonteerd. De bovenkant mag zich niet meer dan 80 centimeter boven het weggedek bevinden en hij moet minimaal 10 centimeter vanaf het stoplicht komen. Mistlampen voor zijn meestal breedtestralers die zo laag mogelijk moeten worden gemonteerd en niet meer dan 40 centimeter vanaf de buitenzijde van de auto. Zij mogen alleen worden ingeschakeld wanneer de stadslichten branden. Knipperlichten voor de richtingaanduiding moeten uiteraard ook perfect werken. Vaak is het aan het snelle knipperen van het controlelampje te merken dat een van de lampjes niet brandt. Soms is de oorzaak van het niet branden een slechte massaverbinding, waar we dus goed op moeten letten bij de montage. Wanneer de lamp niet stuk is en de massa is goed, kan de oorzaak ook een kapotte zekering zijn. Deze niet zomaar vervangen zonder te weten waarom hij stuk is gegaan. Hiervoor moet u meestal naar een garage of zoals hier naar de ANWB. Hey, wil u net weer weggaan of zo? Wat is er aan de hand? Ik ben lang.
Ja, dus gisteren hadden ze wachttijden van 2 uur. Dat is het niet zinnig om gewoon naar uw eigen garage te gaan om het even te laten controleren? Ja, daar heb ik niet aan nagedacht, maar dat ga ik doen. Ik denk dat het goedkoper is. Ja, doei. Zoals u zag was het erg druk bij de ANWB. Was u niet in staat langs te gaan, controleer dan zelf regelmatig uw verlichting. En ga bij twijfel altijd even langs bij uw garage, want veiligheid gaat voor alles. Tot de volgende keer.